Welkom terug. Wij spelen vandaag iets heel anders. Nou ja, deze keer niet. Ik zeg dat iedere keer. Volgens mij blijft het een beetje hangen. Maar ja. Blacklight Retribution. Een FPS dat net uit is. En die chat gaat lekker. let er maar niet op. Het is een spel gemaakt door Perfect World. De al bekende MMO-maker, Massive Multiplayer RPG. Er is heel wat wat je kan doen met dit spel. Ik ga er even vlug doorheen. Als eerst gaan we de training doen. Dat legt een beetje uit van wat er allemaal in het spel zit. Het kwaliteitssettings heb ik niet al te hoog, omdat het bij mij anders een beetje te schokkerig wordt, het beeld. En dat wil ik niet. Ik wil wel een mooi glad beeld. Dit is een computertje en dan kun je hacken om het hek open te maken. En het werkt zo, in het midden zie je een cijfer en dan moet je heel simpel die kant op wijzen. Dat moet ik wel even sneller doen. Oh, volgens mij is het 4 dat je moet halen. Dit is mijn wapen. Dat duiveltje heb ik eraan gezet, dat kun je zelf doen. Maar ja, daar ga ik allemaal niet diep in, want dat duurt te lang. Pam. 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 Het is een heel belonend spel. Want voor bijna alles krijg je punten en dat vind ik wel prettig. Want dat houdt mij een beetje van rage quitten, zeg maar. F is melee. Maar het aparte is dus, je hebt ook nog gewoon mes. Die heb ik volgens mij op het moment niet ge-equipped. Dat is mijn pistool. Het ziet er misschien niet zo uit, maar ik heb er even een roosje op gezet voor de lol. Oftewel een vision dingetje. En dat kun je met V indrukken. En dat werkt zo. Alle enemies die zijn gespot door jouw teammates komen oranje te zien op het beeld. Dus dat zal ik later ook nog wel laten zien. En dan nog een grenade. Dat is het laatste wat je ziet op de... Wat ze vraagt aan je om te gooien. Even kijken. Hopla. Ja. Boom. 2 tegelijk. 3 tegelijk. Maar dat duiveltje kun je er zelf op zetten als je wil. Ha, misals. Oh, die heb ik eigenlijk nog niet in het spel gezien. Maar ze liggen hier wel. Oké, apart. Qua in-game, zeg maar. Ik heb al een stukje gespeeld. Ik negeer gewoon wat ze zegt en ik ga gewoon door. Het is allemaal best wel duidelijk. Wat wel apart is, is als je één keer op control drukt, dan ga je dus lager aan op de grond zitten. Meestal is dat, moet je zo lang ingedrukt houden. En zolang je ingedrukt is, blijf je dus zo zitten. Maar bij deze is dat dus niet. Moet je hem nog een keer indrukken om weer op te gaan staan. Moest ik eventjes aan wennen. Even kijken of deze gasten kunnen. Hopla. Moest ik wel eventjes aan wennen. De pistolen hebben best wel wat range. Moet ik hier naar beneden. Jump! Plop. Geen damage van falling. Valt mijn nubbels op. Stop. Ik wist niet dat er dingen lagen. Ik heb deze range al 3 keer gedaan. 1 keer omdat hij faalde met opnemen. Oh. Hopla. En die ook. Hopla. Zoals alle first-person shooters moet je proberen zoveel mogelijk koffer te houden. Maar wat ik altijd per ongeluk doe is als ik hier zo crouch staat, dan doe ik zo. Plop. En dan ben ik zo erg in het beeld dat ik gewoon in 1 keer word neergeschoten. Maar met het spel is het best wel irritant. Nou ja, voor mij niet irritant, maar voor mij wel en niet irritant. 2 kogels kunnen iemand doden. Als je het goed doet. Oh, nee. Slow. Slow. Je hebt sprint ook nog. Dus dat is af en toe wel handig, maar... Het grootste nadeel wat ik trouwens over dit vision heb... Als je ziet een enemy in de verte, en dan wil je schieten, maar dat duurt dus heel lang. En kijk, rechtsom laat dat weer op. Heel langzaam. Zodat je niet kan spammen. Het is een soort van wallhack. Maar je ziet een... Laten we zeggen, dit is waar een enemy staat en dit is een muur.
En ik druk hier en ik zie die enemy net om de muur komen. Dus ik denk, schiet, schiet. Zag je hoe lang het duurde voordat ik eindelijk schoot. Dus intussen heeft hij mij al lang doodgeschoten. Met het spel is het ook, moet je heel goed letten op dat je een goede surf pakt. Met een beetje weinig MS, of ook wel bekend als ping. Dus hoe goed de connection is. De kleiner de MS, de beter de connectie. Als dit uiteindelijk die tutorial eigenlijk voorbij is. Zoveel laten ze nou ook weer niet zien. Het valt hartstikke mee. Want het is een hele normale first-person shooter. Alle basic regels die zijn hier te zien. Het heeft wel wat. Oh. Het heeft wel wat range. Kijken of ik die verste kan halen. Hopla. Kijk, het heeft wel. Ze hebben wel wat range. Maar dan moet je wel goed richten. Zoveel recoil heeft hij gelukkig ook niet. Daar ben ik wel blij mee. Maar je moet wel een beetje ervaring hebben met first-person shooters. Maar ik ben er nog steeds heel slecht in. Maar niet uit wat voor first-person shooter ik speel. Ik blijf slecht in gaming, zoals ik al wat vaker heb gezegd. En dit is de uitgang naar de battlefield. Dus hop, naar de battlefield. Oh, ik ben bevroren midden in een sprong. Dat is knap. Dat krijg je te zien als je de match voorbij is. En dan kun je iets van een knopje drukken. Ik weet het niet precies. Oh, ik heb hem ingedrukt. Dat. Welke is het nou? Dus Grieks zei. Het is T. Het is T, oké. Okay. Moet ik onthouden. T. Dat is dus dat. Dat kun je, die beweging kun je ook veranderen met customization. Ga ik niet helemaal in, want het is echt een hele waslijst aan dit ook nog, dit ook nog, dit ook nog. Wat ik wel even kan laten zien is wat ik heel cool vind. Je kan je verschillende karakter, dus dit kan je veranderen allemaal. En dit heb ik zo zelf veranderd naar een man met een snor. Misschien kan ik hem nog even wat verander embleem. Embleem, ik ga hem eventjes veranderen. Oeh. Ik wil de snor wel houden. Zo, is hij niet prachtig? Het vloekt als de pest, maar dat maakt niet uit. Zo, als je wilt, kan je deze ook, dit mannetje ook zo nemen. Hetzelfde als mij. Kunnen we ons eigen clan maken. Nou ja, we hebben niet echt, jawel, we hebben wel een clan. Dus ik niet, maar ik kan wel een clan maken. Ik vraag me eigenlijk af hoe je een clan maakt. Maar ja, dat zal ik wel niet kunnen. Zal ik moeten voor betalen. Dat is wel een deel. Wat ik best wel apart vind is. Ik heb 635 GP. Dat zijn mijn credits. Die heb ik verdiend in-game. En die kan ik gebruiken ook in de shop. Heel af en toe. Is er eentje die je wel kan kopen met de GP. De credits. Geen idee waar GP voor staat. Maar ja. Die is vol. Was lastig. Dat doen we maar deze. Is ook vol. Dan doen we maar deze. Hopla. Oké, dan zijn we in het spel. Maar om het spel te beginnen moet je op begin play drukken. Want dan ben je pas in-game. Dat gebeurt iedere keer als je spawnt. Moet je dus eerst op... nee, dat klopt niet. Dat zie je vanzelf al, want ik ga heel vaak dood. Ik heb geen idee waar de enemy is. Dus ik ga even me... Kijk, dat is oranje. Dat zijn enemies. Die gespot worden. En, oh. Ik zag schoten. Waarschijnlijk van die gast, maar ik doe voor de zekerheid. Ja, dat is een enemy. Enemies zijn altijd oranje. En friendlies zijn altijd blauw. Dus niet red versus blue. Oh, heb hem. Yes. Dan denk je dat ik een beetje overdrijf met dat ik een kill krijg. Maar dat doe ik echt helemaal niet. Want ik heb echt amper een kill. Ik moet blij zijn als ik... hebben we deze? Nee, nog niet. Dit is Capture the Flag trouwens, dat is volgens mij de enige game mode tot nu toe. Want het spel is net nieuw. Ze komen vanzelf wat meer. Spelletjes. Dat is eigenlijk wachten op de enemy en kijken. Oh, daar zijn ze. Waarschijnlijk snipers. Anders. Ik krijg punten voor bijna alles. Zoals hold points. Zeg maar hier gewoon stilstaan bij de flag. Kreeg je 5 punten. Auw. En dat is de sniper die... waar ik even niet op letten. Een seconde daarna wordt hij natuurlijk vermoord. Had hij niet even wat eerder kunnen doen. Deze deur haat mij. Oeh, hij gaat heel snel dicht. Steeds voor mijn neus. Echt super irritant. Ik hoop dat de schoten niet te hard zijn. Hihi.
Want vorige keer verpestte dat mijn opname. Dat is heel irritant. Schoten over mijn stem heen kwamen. Zonde. Worst enemy. Oh, daar. Oh, shit. Dat is een mecha. Oh, shit. Kan ik grenade naar beneden gooien? Shit. Dat heb ik gelukkig de kamer uitgetost. En daar is een enemy die mij meleet. Dit is een spel op Steam, dus je kan hem via Steam downloaden. Moet je daarna wel nog even een account maken op... hoe heet het ook weer? Perfect World. Dat is een flamethrower. Ik heb hem nog nooit iemand zien gebruiken. Die kun je unlocken. Empty. Hardsuit. Kan ik die gebruiken? Oh my god. Ik ga in het hardsuit. Ah, damn it.